Voor de volgende zaak moeten we naar Willemstad, waar twee inbrekers in het nauw in januari een ernstig misdrijf pleegden. Daarom wordt onder andere deze man dringend gezocht. Dit is een 71-jarige man uit Willemstad. Hij is met pensioen en heeft dus alle tijd voor zijn hobby: ontspannen langs de waterkant. Terwijl hij daar zit, krijgt zijn vrouw thuis aan de Boudewijn-Drenkwaardlaan bezoek van hun zoon. Hij komt zaterdag 28 januari even bijpraten. Hey man. Hey. Zo, hey. Ja, goed. Wil je wat koffie? Ja, lekker. Is pa aan het vissen? Ja, hij zal op thuis komen. Oké. Okay. Als ze eind van de middag al een tijdje aan het kletsen zijn, horen ze iets. Wat hoor je dat? Het geluid komt bij de buren vandaan. Dat is vreemd, want die zijn op vakantie. Het zullen toch geen inbrekers zijn? Helaas klopt haar vermoeden. Er wordt echt ingebroken bij de buren. Politie graag. Ja, er wordt ingebroken bij de buren. Precies op dat moment, het is ongeveer 6 uur 's avonds, komt haar man thuis. Waar de zoon het voorzichtig lijkt te willen aanpakken, gaat zijn vader er meteen op af als hij hoort dat er iets mis is aan de andere kant van de schutting. Hey, nu hier! Zijn zoon probeert de twee nog te stoppen. De politie is al onderweg naar de melding, maar de twee kunnen ontkomen omdat ze een auto blijken te hebben. Dat het mis is met zijn vader blijkt zodra zijn zoon terugloopt. Papa! Hij moet met spoed naar het ziekenhuis. En daar ondergaat hij een ingrijpende operatie. Hij krijgt een metalen plaatje in zijn hoofd om de druk te verminderen. En hij is nog steeds herstellende. Hij heeft ook last van geheugenverlies. Nou, die gebeurtenis heeft dan ook een enorme impact op hem en zijn gezin. De mannen die dit op hun geweten hebben, waren dus in eerste instantie aan het inbreken bij de buren en zijn daar ook binnen in huis geweest. We hebben deze compositietekening van hem kunnen maken. Nou, hij heeft donker haar en had die zaterdag 28 januari een dun baardje, alsof hij zich een paar dagen niet geschoren had. Nou, wij denken dat hij tussen de 20 en 25 jaar oud was. Net als de man met wie hij samen was. En beide zijn zo'n 1,80 meter lang. Rennend gingen ze richting een auto die ze verderop in de wijk Kloosterblok in Willemstad klaar hadden staan. Waarschijnlijk een donkerblauwe of donkergrijze auto. Het was een type sedan, dus met een kofferbak aan de achterkant. In de reconstructie gebruikten we een Opel Astra, maar het is niet zeker of dat ook het merk van de auto is. In ieder geval had deze man of de andere dader afgelopen maand zo'n donkerblauwe of grijze auto. En hopelijk heeft iemand het vermoeden wie dit zijn. Zo namen ze een sieradenkistje mee met daarin Pandora-armbanden met bedels. Nou, verder een zilveren ketting met een rechtsdaalder eraan en nog wat gouden en zilveren sieraden. Misschien hebben de daders die ergens bij iemand proberen te slijten na 28 januari. En dat willen we heel graag weten. Geef alle tips door over de daders, van wie deze man er ook een is. En ook tips over de sieraden of de vluchtauto. Tippen kan via 0800 60 70. Wil je absoluut niet dat de dader te weten komt wie jij bent? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze. Of deze.